kijkt. Ik kan het echt niet als jij kijkt. Goedenavond. We zitten nu bij de pizzeria. En we zijn net klaar met de wedstrijd. We hebben met 50 of 60 honden. En we gaan nu wat eten en dan gaan we naar huis even omkleden en gaan we naar de stad toe. Oké, you can say something. Okay. I want to say something with. Okay, say. But easy. Like we. We. Hebben. Hebben. Goed. Goed. Goed gespeeld. Gespeeld. Goed gespeeld. Goed gespeeld. Goed. That means like we play good. Okay. We. We. Hebben. Hebben. Goed. Goed. Gespeeld. Goed gespeeld. Nice. Ik ga mij even klaarmaken. Ik heb net gedoucht. En over een half uur komt de taxi, dus ik heb nog super veel tijd om me klaar te maken. Let me see you go by. Let me see you go by. Let me see you go by. Ik ga me even opmaken. Ik doe niet echt heel veel bijzonders. Kort! Kun je even mijn mascara naar boven gooien? Oké, dit is voor het grootste gedeelte wel wat ik eigenlijk opdoe. Ik doe een beetje. Oh, fuck, mijn wimpje er echt niet uit. En misschien doe ik nog een beetje lippenstift op. Oh ja, die highlighter. Deze highlighter gebruik ik allemaal op. Deze is zo goed. Ik pleur gewoon altijd maar wat op mijn gezicht. Want nu zie je het dus niet zo goed. Maar als je in dus bepaalde lichten bent, dan zie je het zo ziek goed. Dus ik doe altijd te veel, maar goed. Zal lachen. Goed, dat is klaar. We gaan om 11 uur weg en het is nu 10 voor 11. Ik moet nog even wachten op mijn Spaans teamgenootje. Het is nog niet klaar. Dus dan gaan we naar de stad. Ja, dat is het eigenlijk. Oké, so we got a party tonight. Yes, so far. So, Oké, we zijn thuis gekomen. Ik ga lekker slapen. Het was echt een superleuk avond. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is 1 uur. En het was echt zo leuk gisteravond. Alleen ga ik vandaag wel de hele dag niks doen. Het is niet dat ik echt niet goed voel of zo, maar ik blijf lekker de hele dag in bed liggen. Ja, ik ben eigenlijk bezig boodschappen doen. Super saai om te filmen. En even met een paar teamgenoten naar Starbucks geweest, maar ja. Ik zit ook dagelijks, dus ook weer heel leuk om te filmen. Dus ja, het hele weekend heb ik niet zo heel veel gedaan. Buiten de tijd dat de wedstrijd hebben gespeeld, maar verder niet zoveel eigenlijk. Sorry, maar deze vraag echt te funny. Het is vandaag maandag. We hebben weer iets met het team. Ik dacht niet precies wat. Dus we moeten daar om 11 uur zijn. Ik heb net even gedoucht. Yeah.
you. Wow. Back at you. Bad girl. Is it bad that I never made love? No, I never did. But I shouldn't have had to stop it. Bad girl. Wow. I wrote it to you. Can't promise that I'll be good to you. Cause I had some issues. Wow. Hi Kara. How do you feel today? I feel great. Yes. So, you say you're feeling great today, right? Are you ready for this meeting? I'm never ready. No, you always have to say, I was born ready. Oh, I was born ready. You look like a bear. Cute bear. Tam opowiadał sobie trochę o tych swoich przeżyciach z poprzedniego sezonu związanych z kontuzją. We zijn weer thuis. Daarvoor waren we even koffie gaan drinken. En toen wij eruit liepen, kwamen er twee jongetjes binnenlopen. En echt twee seconden later kwamen ze er echt weer uitgerend. Met de medewerker achter hun aan. En wij keken zo om en waren echt van die, ze probeerden waarschijnlijk iets te stelen of zo. Want ik kan me herinneren dat wij hier de eerste week gingen bij een restaurantje eten. En toen kwamen er zeg maar kinderen bij ons om geld te vragen. En volgens mij waren dat dezelfde jongetjes. Maar ik vind het eigenlijk zo erg dat je als ouder zo ver bent om je kinderen de straat op te sturen. Om gewoon geld op te halen. Vind ik eigenlijk echt heel heftig. Maar ja, er valt niet echt veel aan te doen of zo. Ik heb het heel goed geslapen. Nou, wij zijn klaar met trainen. We zitten nu bij de fysio. Zo, lekker hoor. Huh? Oh, sorry. You are really... No, it's okay. En we wachten nu weer op de taxi naar huis. Mama. Kom je op mama. Nou, we gaan weer terug naar huis rijden. Tot zo. Deep breath. Nee. And three. Oei, jullie zijn pijn. Zo! Dat deed pijn, hè, schat? Relax. Relax. Hoor je het? Nee. Oké, we zijn thuis. Ik ga even een salade maken. Als je afhangt, als je al aan hebt, er is geen tijd om alles uit te doen. Ik moet eten nu. Dus het duurde super lang voordat de taxi er was. En ik moest gewoon even in de sporthal wachten. Dus ik heb nu echt super druk. Maar goed, zij zet dus allemaal dingetjes erop. En kijk, dit is geweldig. Lekkere gerechten. Ziek ongezond. Oh, kapotje. Fucking hell. I want it. Oh my god. That's okay, mom. Amazing. I'm going to the dishwasher and get my plate. Oh god. Okay, guys. I hope you like this video. I put in a lot of work. Again, the sauce is from scratch. The dough is from scratch. It's all self gemaakt, hè? Again, at me and Samaya. Samaya, I hope I said the right. Hey guys, hope your grandma can make this pizza. Hey Miss Russell, I'm out. Like, share, and subscribe. Oh, I'm doing Avon, you guys. The link will be at the bottom. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is nu 8:30. En de wekker ging om 7:50. Ontbijten en dan worden we opgehaald met de taxi om naar het trainen te gaan.
En als het goed is, is onze auto dan klaar na de training. En dan zijn we klaar met trainen. En dan gaan we weer met de taxi naar huis, want de auto is er niet tot aan 2 uur. En we hoeven gelukkig niet te tapen. Dus dat betekent dat we niet 5 tegen 5 gaan spelen. Echt geweldig. Ja, en trouwens, ik weet niet of ik dat al heb verteld, maar voor de Europa Cup gaan we naar Turkije 2 keer. En volgens mij naar Rusland. Dat is echt super vet. En ik ben gewoon nooit in Rusland geweest, dat is echt leuk. I never did, but I should know how to fuck up it. I should have left your ass long time ago. And you? What are you making? Salmon and chuchini? Bouchette? Yeah. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb aan Nike sweater en boven van Puma mijn Nike schoenen aan. Nu op een soort van herdenkingsplaats voor mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk best wel bijzonder om dat te zien. Sowieso vind ik onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog echt super interessant. En ik kan ook echt niet wachten tot ik, nou, dat ik daarvoor sta te trappelen of zo, maar om naar Auschwitz te gaan. Dus ik hoop dat als we een keer een vrije dag hebben, of een paar dagen vrij, want het is 2 uur rijden, dat ik naar Auschwitz kan gaan. Balans is heel belangrijk. Dennis doet het heel goed. Lekker, Jenka. Wij zijn klaar met trainen. Ik wacht nu even kort. En dit is de beste shake ever. We hebben lekker een ijsje gehaald. Ja, ik kap ze niet op de helemaal. Bij Polish Lolly. Het is vandaag donderdag en ik heb gisteren bijna niet gevlogd. Dus vandaar dat er ook niet echt een vlog is van gisteren. Eigenlijk helemaal niks gebeurd. We hebben gewoon 2 keer getraind. Best wel zwaar, dus het was niet leuk om te filmen. En, Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. We zijn net terug van Zuurland en we hebben straks een wedstrijd. Eerst een competitie. Ik ga nu even eten maken. Of gaan we net doen en dan gaan we. We hebben gewonnen met 20 punten. Of 26 punten. En we zitten nu bij de fysio. Nee, I was thinking like, well, what should I say? But, I mean, I don't know if I want to talk in English or talk in Dutch. Bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.